blijft hangen. Je gebeurt gewoon. Als daarbij stilgestaan wordt, is eigenlijk leeg en tegelijkertijd ook vol. Leeg is geen ik, persoon die iets wil, moet, etc. Niet pingpong, links, rechts. Maar er is dat wat vanzelf vanuit de achtergrond beweegt en het daar gezien wordt. En daardoor kan er gebeuren wat gebeurt en dat is oké. Voor deze aangeklede aap is het eigenlijk een bevrijding. Yes. En mag ik er zijn als aangeklede aap, gewoon zoals ik ben, de ene keer zus en de andere keer zo. En dat geeft een aanwezig zijn wat ik niet kan benoemen. Mm-hmm. Wat het ik ook niet uit kan drukken. En tegelijkertijd drukt het zich wel uit door gewoon er te zijn. Dus het is allebei. En voor is achter en achter is voor. Het gebeurt gewoon. Ja. Je gebeurt gewoon. Cool. In een van je boeken maak je mij onderscheid tussen de verwarde geest, ego-geest, heldere geest, ik ben en het absolute. Kun je, zeg maar die, dat we het nader toelichten, zeg maar de geestestanden, ik ben en het absolute, hoe dat precies zit, of die verschillen aangeven? Het inzicht, het absolute te zijn, vernietigt eigenlijk ieder idee van ik ben een geest of heb een geest. Dus in die zin valt die eigenlijk net buiten dat kader. Dus je zou een kunnen zeggen dat het een matter of gradation is. Een variatie van krankzinnige geest tot aan heldere geest. Of ja, clear mind noem ik het aan, geloof ik. Maar de realisatie van het absolute ligt buiten dat kader. Zit ik ben er dan tussen in? Op het moment dat wij beseffen dat we bewustzijn zijn, dan komen we vanzelf in een toestand van clear mind. Of zelfs in een toestand van no mind. Dus tijdelijk kan die mind, no mind is gewoon de totale stilvallen ervan, dan is het totale benoemingsapparaat is uitgeschakeld. Dus er is nog bewustzijn en besef van er te zijn, maar verder niks eigenlijk. Nog een tandje dieper verdwijnt die hele ik benheid en als ik ben weg is, is er ook geen mind. Of dit iets helpt, ik heb geen idee. Nou ja, dat weet ik ook niet. Die ik-benheid waar je wel over sprak, wat is dat besef van er te zijn? Yes. Dus ik-ben is gewoon the sense of being. Het besef te bestaan. En dat is dus nog oningevuld in de zin van, dat heeft eigenlijk behalve dat besef er te zijn, geen kwaliteiten. Het is ook niet persoonlijk. Dus dat is dat je bewust bent dat je bent, of is dat? Ja, maar dan eigenlijk zonder die je. Dus er is niet het besef dat er een persoon is, maar presence is. Er is tegenwoordigheid. Er is bestaan. Maar niet nog in de zin van ik als mens besta. Dus in een pure vorm is er gewoon het besef te bestaan.
ietsje daarvan af, of als er een toevoeging komt, komt er ik als mens bestaan. En vervolgens krijgen we de invullingen van ik ben zo lang, ik kom daar vandaan, eigenschappen. Het wordt steeds, het waaiert uit en het wordt steeds complexer. De meest simpele ervaring die we kunnen hebben, de meest primaire, is gewoon die van er te zijn. Vandaar dat Nisargadatta en anderen aanraden om je daar te nestelen. En niet de hele tijd, want dat lukt ook niet, maar beginnen met een aantal keer per dag, of dat te herinneren, of dat op te pikken, zodat dat steeds meer een soort default setting wordt. En dan ga je merken dat een effect heeft op die hele body-mind, of eigenlijk op dat energiesysteem. Het wordt ontdaan van allerlei overbodigheden, aannames, vervormingen enzovoorts. Ja. Want dat zien, het is inderdaad dat er gelijk weer een ik in wordt geprojecteerd van het zien. Maar dat zien is het ik ben wat jij... Ja. Zien, bewustzijn, I am, ik ben, het is allemaal hetzelfde. Want dat zijn is er niet alleen maar, het is bewust dat het er is. Daarom noemen we het bewust zijn. Ja, dat valt niet te grijpen met de mind, dat is... Ja, mogelijk, I don't know. De toestand hier is zo dat het heel raar is dat het niet begrepen wordt. Omdat het gezien wordt. Ik zie die I am, zal ik maar zeggen, bijna net zo letterlijk als die microfoon. En eigenlijk die microfoon is alleen maar hier, terwijl die I am is overal. Alles wat ik zie, al wat leeft, draait op die boodschap of dat vlammetje ik ben. Dus... I see it everywhere. Je zou ook levenskracht kunnen zeggen. En dat is ook niet mijn levenskracht. Ik ben als organisme een product van de levenskracht, een uiting daarvan of een vormgeving daarvan, maar het is niet van mij persoonlijk. Terwijl het tegelijkertijd glashelder is, als die levenskracht op deze plek of in deze aap ophoudt te functioneren, dan noemen we het niet meer Hans, maar een lijk. Which is fine, obviously. Ja, dus je, dat onderscheid, dus het zien van dat je geen persoon bent en het zijn zelf eigenlijk, dat is het opmerken van... Je kunt dus alleen maar zien dat je geen persoon bent op het moment dat je samenvalt met I am. Dus als je alle energie als het ware teruggetrokken hebt uit de wereld, uit de investering in de persoon, en realiseert dat je ik-benheid bent, dan is er automatisch de andere kant daarvan, de logische conclusie, ik ben niet die persoon. Waarmee niet gezegd wordt dat die er niet is, maar dat ik dat niet ben of daar op zijn minst niet toe beperkt ben. Wat ook mogelijk is, en dat noemen we dan zelfrealisatie op zijn Nisargadattiaans, is inzien dat zelfs die ik-benheid een tijdelijke aangelegenheid is en dat ik die ook niet ben. Kun je dit nog een keer herhalen? Het is ook mogelijk om in te zien dat je zelfs die ik-benheid of dat bewustzijn niet bent. En dat is werkelijke advaitische realisatie. Ik ga vooraf aan het komen en gaan van I am. En hier geldt dus weer voor, van dat is gewoon uitleggen hoe het zit, voor zover dat in woorden gaat, maar niet dat het zo moet of dat je niet oké zou zijn als je dat niet inziet. Het is gewoon een opeenvolging van zo kun je kijken naar dingen of zo werkt het. Dus het is een description, not a prescription. Dus een beschrijving, maar geen voorschrift. Oké, dankjewel. Hey. De helft van de tijd, als ik thuis gewoon zit... Dan gaat eigenlijk een heleboel uit. Er is nog net een besef van tijd. En dan na een minuutje of bijna altijd komt er een soort satsangvraag. Sommige gevallen zit daar energie bij om te gaan schrijven. Dan ga ik het brief uittypen. Tijdens dat schrijven klopt het helemaal eigenlijk. Er is er helderheid. Het proces loopt dus een soort flow. In het begin waren het, de eerste 2 jaar waren het nog zeg maar mijn eigen vragen, nu eigenlijk helemaal niet. Het zijn allerlei creatieve zienswijzen, of wat al bekend is. Mm-hmm. Ja, en die,
die spanning tussen die twee die wordt eigenlijk steeds groter terwijl ik het zie gebeuren. Maar iets weet ook dat het geen. Het is er toch in een droom, dus wat maakt het uit? Ja, right. Kun je er iets van zeggen? Van waar het vandaan komt en waar het heen wil? Nou ja, ik had het er straks over stemmingen. We kunnen dus observeren dat zo'n organisme kan verhuizen van stemming. Nou, blijkbaar zitten er veel stemmingen op en sommige conflicteren met elkaar. Daarom beschreef iemand wel eens de mens als een zak vol tegenstrijdigheden. Vandaar ook dat het een rare notie is, zei ik een keer in ander verband, om te denken dat er zoiets als zuiverheid bestaat. Of dat zelfs een goed idee zou zijn, want dat klinkt meteen in de richting van terreur. Iets wat creatief is, dat gaat obviously alle kanten op. En sommige routes daarvan die zullen weerklank vinden, andere niet. Sommige zullen beter uitpakken en andere minder. En in ieder van ons zit er ook een element dat eigenlijk alles af wil breken. Dat altijd commentaar heeft, dat altijd wil downgraden. Dus het is niet gek in die zin dat als er een periode is, en of dat dan uren is of dagen van vrijheid in creatieve zin, dat er daarna iets opduikt wat het wil neersabelen. Dus, Freud had het al over levensdrift en doodsdrift, nou, dat is wel heel simplistisch. Ja. Maar I get that. Ja, het is net alsof het systeem niet leert van dat er gewoon geen interesse is, want ik heb het wel bij veel mensen is neergelegd. Nou, ik vind niks. Ik denk toch een paar duizend die wel iets gezien hebben. En waarom leert dat ding niet? Van, houd er eens mee op. Ja, omdat hij het leuk vindt om te creëren. En misschien datgene, die stemming die aan het creëren is, is niet uit op bevestiging. Nee, ja, precies. Dus een ander element komt vervolgens op, vermoed ik, een andere stemming. En die heeft zoiets van, waarom gebeurt hier niks mee? Waarom komt er geen respons op? Ja. Maar dat is een ander dan degene die het maakt, snap je? Ja. Ik denk dat het zo zit. Tijdens dat creëren is die kloppendheid gewoon voldoende. Yes, yes. En dat is de beloning voor zichzelf. Ja. Maar die ander wil er iets van. Ik herken het een beetje in de zin van als ik muziek aan het maken was, was het, ik volgde gewoon de dingen en was pas na een tijdje in staat om van tevoren al te voelen of het oké zou worden, of leuk, of interessant. Maar meestal, ik was gewoon aan het doen. En naderhand, dan zet je het hele ding een keer op. Dus die 12 tracks tegelijkertijd aan. En dan, oh, oké. En dan soms ben je enthousiast en soms denk je, delete. Ja. Ja, dat kan. Maar degene die het beoordeelde was een ander dan degene die het maakte. Dat probeer ik te zeggen. Ja. En dat hing dan weer van de stemming van het moment af dat ik het ging beoordelen om te mixen. En gaandeweg leerde ik voelen van, oh, deze stemming is gewoon niet geschikt om het te mixen, want ik kan het niet horen. Er zitten oordelen voor. Of ik vind het nu niks. En ik weet dat het niet niks is, maar er moet misschien iets mee. Ja. Maar dan had ik gewoon een... Ja, als het niet zuiver is, dan gaat het meestal meteen al in de prullenbak. Maar na een paar uur zuiverheid is bijna gegarandeerd, komt die andere weer. Ja, naar boven toe. Dus maar als je dat eenmaal weet en het een beetje ziet als van er komt gewoon een andere stemming opzetten, het is bijna alsof er een andere persoon op komt zetten die het systeem gaat besturen. Ja, die Mr. X, die vindt het sowieso niks. That's what he does, dus dat klopt. Dat is oké, dan houdt het op een probleem te zijn. Ja. Dankjewel. You're welcome. Nou, ik wil hier wel even staan. En ik heb allerlei ideeën gehad en die zijn weer een soort weg. Dus ik weet nou ook niet eigenlijk wat er nu gebeurt, maar ik wil hier toch even staan. Dan heb ik nog wel een klein beetje moeite met het woord genieten, waar een heleboel mensen al door maar mee bezig zijn. Nou, daar hoor je mij nooit over. Nee, jou misschien niet, maar ik ben hier voor het eerst. Ja. Genieten, genieten. En dan zeg ik elke keer genieten. Waar is dat dan, weet je wel? En dan wil ik ze ook wel schoppen, want hoe moet dat dan? En genieten.
En ik vind dat steeds een dom woord. Ik denk, daar gaat het helemaal niet over, weet je. Als je gaat genieten, heb je dat ook. Ja. Wou ik even zeggen. Ik weet het zetten. Ik ben hier dus, ja, ik ben hier. Ja, ja ik zie het. Dankjewel. I guess. Ja, ik zit best wel in een soort van heel aparte bardo, geloof ik, al een tijdje. En ik vind de wereld best wel een hele vreemde voorstelling. Ja. Ja, die richtingloosheid. Aan de ene kant omarm ik hem, want ik heb altijd een plan gehad. En het geeft ontzettend veel ruimte dat ik niks meer moet van mezelf. En dat Mr. Opinionated niet in zijn eentje de wereld hoeft te redden door overal met een groot zwaard op in te hakken. Nee, het is ook wel heel goed om van dingen iets te vinden en af en toe een ontzettend grote steen in de vijver te gooien. Alleen je moet niet zo gehecht zijn aan het resultaat en gewoon heel erg genieten van het proces. Dat doe ik wel. Dus wat dat betreft gaat goed, maar ik zit nu eigenlijk toch best wel een jaar in een soort van een verdachte rust. Het is sowieso, als het dan al over genieten gaat, het is altijd het handigste, zeg ik dan maar, als ik dat woord moet gebruiken, om exact te genieten van wat zich voordoet. Dus ook van tegenslag, armoe, lekkende radiator waardoor je een oliefilter, waardoor je een legitimatie hebt om eens even lekker uit je plaat te gaan. Waarom genieten we met andere woorden niet gewoon overal van? Dan is ook eigenlijk het woord overbodig. Weet je wel, gewoon zijn, dat is basically zijn met wat is. En de saboteur, zou ik maar zeggen, die wil altijd, en die zoekt dan tegelijkertijd ook naar het oké en naar de geruststelling eigenlijk, van die heeft altijd het vermoeden dat er iets mis met mij is. Ik heb helemaal geen plan meer. Ik ga er gewoon naartoe en ik zie wel hoe het zich ontvouwt. Het is fantastisch, want het gaat 100 keer beter. Ah, ik ben relaxed. Ik zit daar zonder uitkomst. Yes. Dus dat gaat allemaal goed. En vervolgens ga ik me dus druk maken. Of dan is er toch nog iemand die denkt van, is dit wel goed? Dit kan niet goed zijn. Ja. Of gaat dit wel goed? Ja. Of ja, dat klopt, de bankrekening, ja. daar zit wel een soort gat onder onder de waterlijn. Dat is wel problematisch. Ja, ook daarvan heb ik zoiets van, misschien leidt dat ook wel tot iets schitterend ongeluk. Ik heb vaak gemerkt dat op het moment dat er zeg maar zogenaamd van buitenaf, bijvoorbeeld in woonsituaties of financiële situaties, dus dat, hier is geen enkele impuls om iets te ondernemen. Op een gegeven moment dwingt de bankrekening gewoon dat er iets gebeurt. Dat is dan zogenaamd een externe energie die een zetje geeft en dan gaan er dingen rollen. Of ik zat toen ik die horizon stopte, woonde ik daar nog. En op een gegeven moment kwam het bericht van, ja, in mei gaan we de boel afbreken. Dus, dat was het moment om naar een ander huis te gaan kijken. Ik wist al lang dat dat ging gebeuren, maar er was geen animo. Ik ga geen animo maken. Dat maar niet. En ik zag ook die bankrekening. Op een gegeven moment kwam er een puls om aan de gang te gaan. Niet vanwege de bankrekening, maar gewoon omdat er weer een puls was. Plus dat verhuizen, dus de boel kwam in een andere fase. Ik heb alleen maar een beetje onnozel zitten kijken hoe dat spel zich ontvouwde, want ik weet hoe dat werkt. Het is altijd zo, ik heb die beeldspraak wel eens vaker gebruikt, misschien ook tegen jou, van als je een stuk grond vrijmaakt, je haalt alles eruit, dus dat er alleen maar zand over is, en je doet een tijd lang niks, dan groeit er van alles. Dus in die zin wordt leegte nooit toegestaan. Hooguit kort. En dan gaat er weer iets gebeuren. Het is net als water aan de kant duwen. Ja, doe maar het stroomt gewoon weer vol. So we don't need to worry. Als het nodig is, kom je vanzelf in actie. Dus er is dat kunnen zijn al met die ontspanning. De uitnodiging zou bijna zijn, ontspan nog maar een beetje meer. Ja, ik heb bijna een soort gevoel alsof ik als een, ja, best wel een soort vrolijk, naïef kind in de zandbak zie wat er aankomt. Dat is natuurlijk in deze maatschappij niet een soort volwassen houding van een soort van meneer met kinderen die een beetje serieus een plan moeten hebben.
Ja, dat hoeft helemaal maar aan niet. De andere kant heeft het, ja, het voelt ook wel weer heel erg natuurlijk, maar ook heel gek, omdat het zo anders is. Alleen maar gek omdat het afwijkt, dat is ook wat het woord betekent. Ja. Maar op het moment, en dat heb ik vaker gezien, dus je bent niet de eerste die in zo'n setting zit, op het moment dat, laten we zeggen, de nood aan de man zou zijn, dan komt er gewoon een andere energie op, die dan in de wereld heet zijn verantwoording nemen en dan gaat er gewoon iets gebeuren. Want het leuke is van totale ontspanning en eigenlijk geen belang meer hebben bij het spel, dat er dus ook geen belang is om niet te werken. Het streven is niet wel of niet werken, het streven is dat het kloppend is gezien de situatie. Nou, begint de situatie te draaien, dan komen er andere uitkomsten. Het is altijd een krachtenspel van meerdere energieën die op elkaar inwerken. Nou, op een gegeven moment is er gewoon iets nodig om te verhuizen of te werken of te stoppen met werken, om een relatie te starten of te op te houden of whatever it may be. Ik zie dat als een onpersoonlijk energiespel van allerlei dingen die ik niet onder controle heb en die maken dat ik zo gebeur en dat de situatie waarin ik verkeer gebeurt zoals die gebeurt. Dus no need to worry. En ik zal het wel weten op het moment dat ik aan moet pakken. Of moet verhuizen, of een relatie beëindigen, of starten, of whatever. I will know when I know. En dus hoef ik daar niet van tevoren over na te denken van wanneer gaat hij een keer iets doen of laten. Of ik zal het weten op het moment en ik denk jij ook. Ik zie mijn omgeving wel een soort kijken van wat is er aan de hand met die gast. Komt dat ooit nog? Goed in de klassieke zin. Ja, goed, volgens de oude context. Ja, het voordeel daarvan wel is dat je sociale leven een stuk overzichtelijker wordt. En daar blijk ik enorm van te genieten. Ik snap steeds meer wat jij zegt. Dat hoeft niet altijd. Liever niet zelfs. Ja. Oké, dan ga ik geheel en al toch gerustgesteld zitten. Thanks. Mijn vraag gaat over gedachten en weerstand. Dus jij zegt, reality is never wrong. Maar hoe zit dat binnenin je? Want soms is er zo'n levensenergie en een acceptatie, ook als de mind heel erg bezig is of agressief of vasthoudend, dat ik het gewoon kan zien en er niet in meng. Maar soms is er ook een intense angst van er niet tegen opgewassen zijn. Of dat die strijd die maar steeds blijft doorgaan en dat het... Ja, die weerstand in mezelf die ik zo graag, maar die, ja, waar, kan jij daar iets over zeggen? Weerstand tegen wat? Die angst? Tegen angst, maar ook tegen denken. Het is ook echt angst voor denken. Weerstand heeft altijd te maken met controle. We proberen controle te krijgen en we worden bang als we het idee krijgen dat we de controle kwijtraken. Dat het anderen, wat het ook is, sterker is dan ik. Precies. So we fear to be overwhelmed, basically. En het resultaat is heel veel overwhelmed zijn, omdat er steeds zo'n gevecht is. Ons energiesysteem kan op een gegeven moment inzien dat als er een energie omhoog komt en ik ga dit doen, dat de boel gaat staan denderen. Het is handiger om dit te doen. Ook als het lijkt als de energie van buiten naar je komt. Ja, als ik als lucht ben, kan niets mij raken. Ook niet de meest venijnige, angstige, nare gedachten die zeggen dat dat altijd zo zal zijn. Ja, maar kijk, zodra een gedachte of een persoon begint met dat dit of zo altijd zo zal zijn, heb je te maken met het fortune teller syndroom. We're not very good at predicting the future. Maar dat is wel wat de angst doet oplaaien. En dan zit je niet meer met die gedachte, maar met die emotie. Maar zo herken je hem dus. Dus wat handig kan zijn, is gewoon het angstvrouwtje even opschrijven wat ze altijd roept, hoe ze altijd doet. Het is maar een vrij beperkt palet waar het gebruik van maakt. Op een gegeven moment krijg je hem gewoon door. Oh ja, daar heb je die weer. You don't need to fight it. Er zit ergens blijkbaar een gevoel van onveiligheid in het systeem en die krijgt een stem. De stem van angst, daarom is dat ook geen denken, het is gewoon de angst die aan het praten is.
Maar als ik ga opschrijven, I did that, daarom zeg ik die dingen, wat die stem zei, het was tamelijk armzalig, de stijlfiguren waar het gebruik van maakte. En het deed dus altijd alsof het in de toekomst kon kijken. Het was toen ook al zo en het is nu weer zo en het zal altijd zo zijn. En soms gaat het ook echt nergens over. Is het onrealistische bullshit? Yes, exact. En daar gaat het dus ook niet om. Het gaat om het gevoel van onveiligheid wat er al zit. En als er onveiligheidsgevoelens in iemand zitten, zal het altijd iets vinden, out there, om aan te hechten. Ik ben nu bang hierom, ik ben nu bang daarom. Als je al die dingen zou opschrijven waar je al, zeg maar, de laatste 10 jaar bang voor bent geweest, ga je zien dat precies datzelfde mechanisme iedere keer ergens opduikt. En daar zijn legitimering vandaan haalt. Ja, die heeft dit gedaan en daarom voel ik me nu zo. Nu is er dit gebeurd, daarom voel ik... Het is altijd een daarom, daarom, daar... Nee, er zit gewoon een gevoel van onveiligheid. Als die er niet was, dan zouden al die situaties niet eens opgevallen zijn. En ook als het een soort dwangelement krijgt wat zich aan fysieke voorwerpen gaat hechten. Ja, kijk, daarvoor geldt hetzelfde. Van iemand die niet bang is voor spinnen, ziet ze niet. Ja. Maar degene die wel bang is voor spinnen, ziet ze overal. They would be shit scareless in mijn spreekkamer. Ik woon in half in een bos. Dus ja, overal zitten spinnen. Ook binnen. Helaas, hele kleintjes alleen maar. En wat doe je dan met die echte oorzaak dus? Proberen die als guru te zien. En je guru die probeer je niet te vermoorden of weg te werken. Daar probeer je van te leren. Ja, dat heeft me wel echt geholpen dat ik dat had gelezen. Van, oh ja, elke keer proberen die shift te maken. Ja. Dan hou je op namelijk om er vijandig naar te zijn. En dan hou je dus ook op met er energie in te pompen. Ja. Ergens zit daar iets in die angst of net erachter of whatever, wat van waarde kan zijn. En het is altijd de taak van de leerling om de guru de waarheid te ontfutselen. Dankjewel. Alright. Je zei net, als je lucht bent, dan kan jou niks raken. Of dan kan je niks raken. Exact. Ik had dat laatst. En ik schrok er ook wel een beetje van, omdat ook de plezier niet bleef plakken. Indeed. Ja. Het laat geen sporen na. Nog positief, nog negatief. Ja. Maar het was een soort leegte en het was eigenlijk heel prettig, maar ook saai en ook, toch ja. Het is saai in vergelijking met het op en neer. Maar als je die aan de kant duwt, is het gewoon wat het is. Ik vind het op en neer saai. Het is meer wat ik gewend was, denk ik. Of voilà. Ben. Voilà. En daar vergelijken we het mee. En dan zeggen we dat het saai is. Maar als we de diepte van de leegte beginnen te proeven, om het maar eens zo te zeggen. Nee, het is niet saai. En er zijn 100 smaken leegte. Net als stilte, by the way. Ja, het idee van verantwoording viel ook helemaal van me af. Obviously. Het maakte me niet uit, het pakte me niet, het raakte me niet. Maar dan ga ik er weer, denk ik, van alles van maken of zo. Dan ja, dat is de manier om het weer kwijt te raken. Ja. Dan gaan we proberen het te begrijpen. Ja. Op die manier, dus niet vanuit een verstaan. Mm-hmm. Vanuit het ding zelf, zeg maar koppelt het ik zich er los van, dus die gaat eruit als het ware en dan gaat hij het beschouwen en probeert hij het te pakken en onder controle te krijgen. Hij wil het hebben. Het is een andere laag. Yes, en dat kan niet, want het bestaat alleen als het ik er niet is. Dus de ik die de leegte probeert te pakken te krijgen is precies datgene wat zorgt dat de leegte niet zich volledig manifesteert. En als hij dat wel doet, komt dat omdat het ik er niet is. Een beetje die paradox tussen er zijn en er niet zijn, maar daardoor er weer zijn. Juist wel. Yes. Er zijn zonder ik. Mm-hmm. Die ik is de enige die denkt dat die nodig is. Hij is nergens voor nodig. Het hele organisme functioneert uitstekend zonder. De enige die daar niet aan wil, is dat ik. En omdat iedereen erin gelooft, gelooft iedereen dat ik nodig is.
Maar het is alleen maar een op emotie draaiend stemmetje. The voice of fear, basically. Bladibladibla, enorme waarde, dit en dat. Is wel goed, wat zullen ze wel niet denken? Verzonnen verantwoordelijkheden, terwijl alles gebeurde al spontaan. Nobody was doing anything. Alleen sommige organismen zijn beter om aardappels te kweken en andere om te timmeren en de volgende om te zingen en whatever. En ja, dat gebeurt gewoon. En als het organisme mazzel heeft, dan krijgt hij daar de gelegenheid toe. Als hij pech heeft, dan krijgt hij frustratie. Maar het is allemaal onpersoonlijk. Ja. Inderdaad. Ja. Dank je. Ik heb met verslaving altijd heel veel zitten liggen sukkelen. Dan ben je jarenlang clean en alles positief en alles mooi. En vervolgens kelderen we weer naar beneden. Ik heb dan een burn-out van een jaar achter de rug. Nou, ik kan het iedereen aanraden. In ieder geval, ik ben blij dat het gebeurd is. Ik ben nu net sinds een paar maanden eigenlijk onder andere hier nu echt gewoon wat dieper mee bezig. In plaats van alleen maar proberen er wat leuks van te maken. En ik probeer die zucht vast te grijpen. En dat lukt niet. Die is heel intens aanwezig op het moment dat ik me er niet bewust ben van wat er gebeurt. En zodra ik me er bewust ben van wat er gebeurt, dan is het weg. Goed. Ja, dat is heel leuk, maar ik voel dat er van alles onder zit. Yep. Waar ik vervolgens niet bij kom. Of nog niet. Of nog niet, ja. Dat kan. Het is leuk gewoon om in het algemeen, als er een neiging is tot middelen, van welke aard dan ook, om als de zucht op een gegeven moment opkomt en die gaat niet meteen weg, het gewoon eens een tijdje uit te stellen. Dus niet te zeggen ja of nee. Het mag wel of het mag niet, want dan wordt het zo'n moreel dingetje. Maar gewoon eens te kijken en te voelen en te luisteren wat er nou eigenlijk gebeurt. En basically kunnen er twee dingen zijn. Ik wil of iets niet voelen, of ik wil iets opvullen. Wat basically ook een iets niet voelen is. Ja, ik weet dat het dat is. Het is niet anders dan vluchtgedrag. Ja, en dan gaan voelen wat dat is. Want ik kan wel weten dat het vluchtgedrag is, maar als ik het niet werkelijk beleef, heb ik daar niks aan. Dus het is gewoon de uitnodiging nemen om te kijken wat er nu feitelijk te zien en te voelen valt. Wat wringt daar? En daar gewoon aandacht voor te hebben, zonder te gaan zeggen het mag wel of niet. Dus het feit dat ik het nu zo hard probeer om het vast te grijpen, is eigenlijk dus nu gewoon iets wat eigenlijk gewoon een beetje moet laten gebeuren. Want in feite wat je daarmee doet is het afkeuren. En zodra ik iets afkeur en weg wil hebben, kan ik niet meer onderzoeken wat het is. Dan heb ik dus mijn conclusies al getrokken. Dan doe ik net alsof ik een expert ben. No, I'm not. I don't know shit, basically. Maar ik merk wel een aantal dingen op. Good. Vanuit opmerkzaamheid kunnen we dingen leren, maar als we zeggen dit moet weg of dit is slecht, dan creëren we alleen maar een spanning en lopen we het risico, dat net in het andere verband hadden we het al even over, dat er is een deel in dat organisme, een stemming zou je kunnen zeggen, die wil gewoon helderheid en geen middelen gebruiken. Die sfeer heeft dat niet nodig. Een andere wil dat wel. Maar op dit moment gaat het vooral naar eten. En weet ik veel wat. Maar maakt dat geen reet uit wat het middel is. Al zou het puzzelleggen zijn. Want ook dat kan een verslaving zijn. Of Advaita-videootjes kijken op het verkeerde moment. Weet je wel, it could be anything. En dat is dus niet relevant. Maar we moeten het proberen uit die moralistische sfeer van goed niet goed te halen. En gewoon te gaan kijken en luisteren. Wat wil dit nou eigenlijk van me? En ik kan pas naar jou luisteren als ik jou niet wegzet. Als ik jou niet afkeur of binnen een minuut van je af probeer te komen. Of al besloten heb, het deugt niet of iets dergelijks. Dus interesse is het toverwoord. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want op heel veel andere vlakken lukte mij. Ja, lukken is een beetje verkeerd woord. Daar is gewoon oprecht interesse aanwezig. Goed. En dan ben ik ook meer aan de slag kunnen gaan tussen aanhalingstekens. En dat is dan voel je dat langzaam weg hebben. En dan keert het een paar keer terug.
Maar uiteindelijk is het allemaal gebaseerd op niets en dat kun je uiteindelijk ook voelen. Alleen dit lijkt gewoon weg te vloepen iedere keer. Ja, deze is misschien net een beetje lastiger. Ja. En dan als het wegvloopt, dan vraagt het dus gewoon net iets meer geduld en aandacht. Dus niet te snel proberen dit te willen fixen. Maar gewoon eens kijken of het te volgen is, om te kijken of het iets te melden heeft of wat daar wordt weggehouden. Of... En dus aan de kant vegen wat we al denken te weten. Ik moet opnieuw kijken, opnieuw proberen contact te maken of er, zo je wil, een relatie mee aangaan. Zodat het can speak to me. En dat betekent, iets gaat pas tot mij spreken als het me vertrouwt. En als ik het opjaag, gaat het me niet vertrouwen. Als ik zeg dat het weg moet en niet deugt, gaat het me niet vertrouwen. Ja, het is een van de weinige dingen die ik niet als losse entiteit op de een of andere manier durf te zien. Ja, dat is het ook niet echt. Maar we kunnen er even zo mee omgaan om te kijken of we er een verbinding mee kunnen krijgen. Nee, maar eigenlijk geef ik net mijn eigen antwoord onbewust al. Ik merk dat ik het niet los van mezelf kan zien. En ik zeg gewoon hardop nu dat ik het niet durf te zien. En er valt een kwartje, voilà. Dus dat moeten we daar even naar gaan kijken. Lijkt me een goed plan. Ja, gaan we doen. Dank je. Goed. Thank you. Tot morgen.